Het is Vaderdag in Nederland en het geldt ook nog een beetje voor onze Belgische vaders. Die hadden het feestje vorige week. Wij vonden het een leuk idee om bij de opening van onze grootste, nieuwste en duurste attractie mensen uit te nodigen die in binnen- en buitenland de sporen van het vaderland verdiend hebben. En we zijn dan ook heel blij dat de openingshandeling verricht gaat worden door de Hollander die het hoogst gevlogen heeft, de heer Wubbo Ockels. Henk Groene zei het al, de Vliegende Hollander, er zijn een heleboel Vliegende Hollanders hier. Het is mij een groot genoegen om de openingshandeling en het woord te geven aan diegene, die Nederlander die het verst gevlogen heeft. Het is alweer een paar dagen geleden, maar je ziet hoe lang ze iets kan beklijven. Ik hoop dat ook deze attractie minstens zo lang beklijft. Heer Wubbo Ockels, aan jou het woord. Wij zullen varen. Storm of geen storm, en hiermee is de Vliegende Hollander geopend. Efteling, dit bestaat al voor mij zo oud als ik gewoon weet dat er überhaupt pretparken bestaan. Hè? Met straaltjes water, met rare dingen, met een kabouter of wat dan ook. Dan is Efteling is er altijd mee verbonden. Ja. Het is een hele plezierige belevenis die je gewoon doet lachen. En het is rond een mooi verhaal, het is sprookjesachtig. Ja, dus in zoverre is het gewoon leuk om te doen. Ja. En we zijn erg blij überhaupt met de opkomst vanochtend. Het is toch een beetje vroeg voor een heleboel mensen op Vaderdag. Maar je ziet dat een heleboel mensen zijn gekomen en dat ze eigenlijk allemaal vreselijk enthousiast zijn over die attractie. Nou, daar was het ons ook om begonnen. Dus ik ben een gelukkige directievoorzitter. Ja, de reacties zijn heel goed. Hij scoort als Droomvlucht een van de hoogste van het park uit de enquêtes. En daar zijn we zeer blij mee. De reacties zijn goed, zoals vandaag ook. Je hoort het aan iedereen van wow, vet, cool. En wie ook spreekt, of het nou Pierre van Hooydonk is of het is de dochter van. Ze vinden het allemaal fantastisch. Ja. Zener echt de smaakpolitie. Valt het ook bij jou in de smaak? Ja, ik word er vrolijk van. Een mooie rit. Echt, je weet niet wat je kan verwachten. Wel een stukje spanning. Maar ik moet zeggen, ja, super. Ja, apart. Maar ik hield helemaal niet van pretparken vroeger. Ik haatte ze zelfs. Ik heb een keer ongeluk gehad in de achtbaan. Dus ik heb een soort van angst moeten overwinnen door mijn zoon, want die wil niks liever. En we zijn nu in alle grote achtbanen ter wereld geweest. Okay. In Tokio en in Roest, dat is de hoogste, en in de langste, dat is in Lightwater Valley. En we gaan de hele wereld rond van de ene grote achtbaan naar de andere. En ik moet zeggen, op een schaal van 1 tot 10 zit deze vet in de top 5, zeg maar. Ja, het is echt een hele mooie dit. Hoe vonden jullie het? Ja, te gek. Ja, jij? Hartstikke leuk. Ja. Heel spannend. Wat voor cijfer zouden jullie geven? Een dikke 9. Ja, echt een dikke 9. Misschien wel 9,5. Ja, ja. Hij was echt cool. Ja. Ik heb nog wel een beetje een soort raar gevoel in mijn maag. Het is echt heel erg mooi. Het is heel erg spectaculair. Maar in het begin weet je dus echt niet waar je terecht komt. En je gaat zo door het donker. Het is heel mooi, zo'n mooi regengordijn. En dan denk je, oh, dan word ik heel nat. En dat gebeurt dan toch niet. Want dat is heel raar, wonderlijk. Ik vond het alleen wel een beetje eng dat onze boot die kraakte en piepte heel erg. Maar dan hoorde ik dat dat bij de attractie hoort. Dus om de spanning nog wat op te voeren. Maar ik dacht, oh, dat gaat niet goed. Stel nou voor dat het... Hè? En op een gegeven moment hangt hij heel schuin. Ik dacht, oh, hij gaat niet verder, die van ons is stuk. Maar nee, geweldig gemaakt.